Nou, wat wij zien is een aandacht opnieuw voor de traditie, voor het ambacht. Het herleeft weer. En het leuke is dat jonge ondernemers in de horeca en in de catering, die pakken op wat hun opa en oma deden. Dus als het nu gaat om het branden van koffie, het brouwen van bier, of het bakken van brood, of het fermenteren van groenten, zoals ze vroeger deden, dat wordt opgepakt en er wordt in een hip nieuw jasje gestoken. Je ziet dat heel veel wortel- en knolgewassen op dit moment hip zijn, omdat ze natuurlijk heel veel vezels bevatten en heel gezond zijn voor je. Ja, als ik het zo zie, dan gaan we echt terug naar grootmoeders tijd, hè? Nou, we gaan terug naar grootmoeders tijd als het gaat om echt eten, hè. Dus de groenten, het brood, de eieren komen weer van kleinere boerderijen, van waar echte mensen gewoon nog bezig zijn om voor hun dieren of voor de groenten te zorgen. Zelfs op het gebied van drinken gaan we terug naar vroeger. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, ik denk veel mensen in Brabant wel, dat oma vroeger dat wandmolentje, daar gingen dan de koffieboontjes in en dan had je vers gemalen koffie. En het rook lekker. Nou, het is een hele lange periode gekomen met allerlei snelle koffieoplossingen. En wij gaan dat weer terugbrengen, dat huiskamergevoel. Dus bij ons weer koffiemolentjes, vers gemalen koffie en weer lekker filterkoffie drinken. Maar we krijgen ook wat nieuws. Helemaal de trend in New York vanuit Amerika komt er nu naar Eindhoven toe. Koud gezette koffie, heel zacht van smaak. En ja, dat mag bijna iedere picknick straks niet meer ontbreken. Een beetje gek, maar wel lekker.